beste mensen, was het tof dat jullie kijken weer bij deze nieuwe vlog. Eigenlijk begin ik de outro op school, of de intro. Zijn jullie niet van mij gewend? Althans, ik ben dat zelf ook niet gewend. Ik ben net klaar met school. Ik heb mijn spullen al gewoon ingepakt, zoals je hier kan zien. Ik ga nu, dus nu naar huis toe. Of naar de groep. En dan ga ik even wat eten. Daarna ga ik weer wat huis opmaken. Dus het wordt weer een filmdagje, net zoals gisteren eigenlijk. Gewoon dat het een normale vlog is. Hey, en elke avond wandelen. Ook al heb ik er nu even geen zin in. Maar toch ga ik vanavond nog lekker wandelen. Yes, beste mensen. Ik ben hier nog redelijk luid buiten. Camera. Zo, ja. Ja, ik ben nu redelijk laat buiten. Net was ik een beetje dat mijn camera was ingezoomd, dus daarom hebben jullie dat stukje niet gezien. Maar jullie denken nu, omdat het zo licht om me schijnt, dat het toch wel redelijk op tijd op de dag is. Maar als ik jullie de tijd laat zien, 22:13. En het is 21 juni. En you know, het is de langste dag van het jaar. En ik laat even spectaculaire beelden even zien. Fantastisch. Hier hebben we niet zo heel veel clipjes van mij vandaag gezien. Komt omdat ik ook langer niet altijd de camera bij de hand had vandaag. Ik heb vandaag ook wel gewerkt van 5 tot kwart over 8, 8:30 was het geworden vandaag. Nog even naar de Jumbo geweest. Hashtag no ads. Eigenlijk hoef ik dat zelf niet te zeggen. Alleen kanalen voor mij boven de 500. Abonnees moeten dat echt eigenlijk gewoon erbij zetten. Van hashtag ad of hashtag no ad. Op zich is het hier best wel gezellig. Op zich meentje, ik kan mezelf best wel goed vermaken. Ik denk dat ik ook hierbij ook direct zo de vlog bij afsluit. Trouwens, hier komt even in beeld wat ik heb gemaakt vandaag tijdens koken. Yes, daar ben ik weer met de spraakmemo. Lekker. Het is op dit moment nu 1 minuut voor 12 op donderdag 23 juni. En ik doe dit gewoon dit voor jullie te doen. Maar punt van de orde. Ik heb lumpia's gemaakt. Hoeft het niet per se in de frituur, maar smaakt wel nog oké, maar het hoeft het niet. Ik moest gefrituurde gamba's maken. Dat ging op zich ook wel gewoon best wel goed. De smaak was gewoon hartstikke goed. Alleen die sushi, dit is niet mijn eigen gemaakte sushi. De inhoud wel. Maar hoe die opgerold is niet, dat heeft de docent van mij gedaan. Dus het is helemaal aardig van hem. En het bakje is gewoon zo. Kant en klaar. Ik ben een beetje uitgeput voor vandaag. Het is nu zoals al vrijdag 24 juni. Terwijl de video ook voor mij zien er precies over 8:30 uur online komt. Maar we gaan weer terug met de video. Echt fantastisch. Jullie hebben de audio soort van gehoord. Het is echt mogeltje lekker. Alleen ik hoefde die springrol eigenlijk niet eens in de frituur te doen. Ik dacht van oké, dat wordt lumpia's. Dat hoort dan in de friteuze, maar... Nee, dat hoefde dus niet per se. Ik vond het wel echt naar. Dat hebben jullie ook gewoon gehoord. Dat ik een hele sushi rol weg moest gooien. Omdat er gewoon te veel rijst in zat. Voor de rest had ik alle verhoudingen perfect. Boven de rijst. Omdat ik de rijst te veel had, rolde de sushi niet zo goed op.
Daar baal ik ontzettend van. Ik moet langzamerhand weer teruglopen. Oh, en dan kun je dat prachtige achtergrond zien. Fantastisch. Het begint nu wel echt langzamerhand donker te worden. Dus ik moet ook langzamerhand weer teruglopen naar de groep. Dat had ik al afgesproken. Maar ik ga dan ook hierbij direct de vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze dag. Althans, van deze dinsdag. Het is voor jullie nu zaterdag. Nee, vrijdag. Ik hoop dat jullie nog gaan genieten van deze dag. Welke dag je ook kijkt. Als je deze video leuk vindt, dan zou het gewaardeerd zijn als je ging liken. En voor de rest kan ik altijd. En voor de rest zeg ik er zoals altijd. Laters.